Bye bye Morpeko. We kunnen door naar Pierce, jongens. Voor de 7e badge. Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Pokémon Sword Nuzlocke video. Vandaag zijn we in Spike Mud City. Ja, alles is hier helemaal donker en verrot en alles, want ja, hier is een dark type gym leader in de naam van Pierce en die gaan we eens even nakken. En dit moet ik natuurlijk gewoon gaan fixen met Grimmsnarl, jongens. Grimmsnarl is de man voor deze gym. En in de vorige aflevering hebben we Marnie al weten te verslaan. En Marnie is best wel een goede trainster. Ik ben wel fan van Marnie. En daar gaan we, jongens. We gaan de gym in. De gym is gewoon de stad. En nou was ik even benieuwd. Wie vinden jullie de beste Fairy-type Pokémon? Laat het even weten in de comments. Doe sowieso ook even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want dan heb je iedere dag Nintendo-video's. Maar ik denk serieus dat deze Grimmsnarl toch echt wel tot de beste Fairy-type Pokémon behoort. Hij is best snel. Hij is best sterk. Hij heeft best goede moves. Die Draining Kiss move, die kan je leren. Die is echt ideaal. Die had ik nu ook gewoon moeten gebruiken. Want Linoone raakt mij potverdorie gewoon even 5 keer. Ik denk, ik doe een keer Spirit Break om een keer wat anders te doen. Dan word ik even 5 keer geraakt. Lekker dan. Kijk, hoppakee. Gewoon in 1 keer is die Linoone down. Grimmsnarl heeft best wel goede attack en special attack punten. En hiermee kan je deze Pokémon best wel goed aanvallend gebruiken. Hallo, hallo. Willen jullie battelen met mij? Nee, hè? Nee, ik moet eerst doorlopen. En dan gaan jullie alsnog stoer doen. Dan gaan jullie mij insluiten. Hallo, Mr. Mime. En nu mag ik niet meer terug. Ja hoor. Nou, een andere goede Pokémon sinds Pokémon Sword en Shield is Clefairy. En dan denk je, hè? Clefairy? Maar Clefable bestaat toch ook? Maar dat komt door de item Eviolite. Of Eviolite, of weet ik hoe je dat uitspreekt. Gaat die Sucker Punch doen? Lekker dan. Nou, nu doe ik wel een Draining Kiss. Maar ja, dat sloopt Tevil niet in 1 keer. Dus daar heb ik steeds 2 moves van nodig. Spirit Break, die sloot hem in 1 keer. Maar even terug naar Clefairy. Waarom is Clefairy beter dan Clefable? Door Eviolite. Want Eviolite boost de defense en de special defense stats met 50% van Pokémon die nog kunnen evolueren. Ik let geen eens op die Tevil, joh. Dat is helemaal niet belangrijk. Hoppakee, dikke doei. Maar met die 50% wordt Clefairy dus beter dan Clefable. Ja, Clefairy met Eviolite is beter dan een normale Clefable. What? Ja, dat is best wel bijzonder, maar dat is wel zo. Nou, dan heb je natuurlijk Tapu Koko. Daar hoef ik niet heel veel over te zeggen. Tapu Koko is gewoon een baas. En een van de sterkste Fairy-type Pokémon is Hatterene. Terwijl deze eventjes naar beneden komen jumpen. En dan vooral als je Hatterene G-maxed. Dat is helemaal sick. Alleen, ja, ik vind Hatterene gewoon niet zo tof of zo. Dat is wel een hele goede Pokémon. Maar ja, ze moet ook een beetje cool zijn natuurlijk. En dat heb ik niet echt met Hatterene. Het enige wat Hatterene niet heeft is snelheid. Hatterene is niet zo snel. Ik denk dat mijn Grimmsnarl snel sneller is. Grimmsnarl snel sneller is. Dat is rot. Moet je dat eens even een paar keer achter elkaar zeggen. Grimmsnarl zelfs sneller is. Probeer maar. Probeer maar thuis. Wedden dat het niet goed gaat. Dat Grimmsnarl snel sneller is. Zelfs sneller. Nou ja. In ieder geval sneller dan die Scrafty. Want die is ook kapot. Doei, mazzel. Pompidompidompidomp. Oh, ik loop even tegen een paaltje aan. Ook midden met zijn balzak, denk ik. Auw. Dat is niet fijn, jongens, als je zo tegen een paaltje aanloopt. Hey, Mr. Mime. Gaan we weer? Doen jullie even stoer met jullie backflips, weet ik van wat alles. Maar ik denk zelf dat de beste Fairy-type Pokémon toch nog steeds Mimikyu is. Ik heb ook een shiny Mimikyu. Ik hou echt van Mimikyu. Maar Mimikyu heeft een supergoeie ability. En dat is Disguise. En die zorgt ervoor dat de eerste klap die je krijgt gewoon geen damage doet. Dat is echt heel bijzonder. Terwijl ik nu een Metal Claw op mijn hoofd krijg. Dit is niet chill. Waarom doe jij dit? Waarom doe jij dit, Weevil? Oké, Weevil is al kapot. Lekker, Grimmsnarl. Je kan zelfs een klappie krijgen. Nice. Rillaboom gaat naar level 49. En de volgende Team Yelgrunt is weer down. Maar ik ben echt een fan van Mimikyu. Ik vind zijn looks ook gewoon heel cool. Ik vind Mimikyu er heel leuk uitzien. Oh ja, dan moeten we even hier doorheen en dan worden we weer geflashed. Kijk, we worden weer keihard ingesloten, jongen. Echt, deze gasten, hè, hebben allerlei vieze spelletjes. Vieze tactieken. En dit is inderdaad een double battle tegen Drapion en Leopard. Want Leopard, die mag wel even beginnen. En die begint met een slash op Grimmsnarl. Ik hou niet van duo battles. Duo battles zijn veel te verrassend soms. En Drapion begint met Poison Fang. Auw. Dat is ook super effective. Hou op.
Oké, Leopard is in ieder geval alvast kapot. Nu moet Grimmsnarl al niet down gaan, hè, deze battle. Dat zou echt te zuur zijn. Ga voor de zekerheid toch maar even healing gooien op Grimmsnarl, jongens. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ga Diggersby even in laten graven, want met Bulldoze damage ik ook Grimmsnarl. Dus dat is sowieso niet handig. Diggersby doet dik. Hoppakee. Drapion bijna down. Drapion doet Poison Fang nu op. Ja, weer op Grimmsnarl. En ik ben poisoned. Ja, kijk, dit had dus net niet moeten gebeuren, want dan hadden we echt een probleempje gehad. Ik doe nu even Draining Kiss. En ik hoop dat ik hem hiermee versla. Ja, oké. Drapion is weg. Pierce, here I come. Grimmsnarl naar level 47. Heliolisk ook naar level 47. En deze twee gasten zijn ook weer klaar. Lekker. Marnie vertelt dat die gasten gewoon haar aan het helpen waren. Omdat ze willen dat zij de cup wint. Dat zij de beste trainer ooit wordt. En we gaan naar Pierce, jongens. Let's go. Pierce is even lekker een rockconcert aan het geven. Nee, een rockconcert. Geen rotconcert. Alhoewel, als je niet van rock houdt, is het sowieso een rotconcert. In deze battle kan je dus niet Dynamaxen. Dus we moeten het gewoon met normale Pokémon oplossen. Maar ja, dat zijn we al zoveel games achter elkaar gewend. Yo, Pierce. Scrafty. Ja, Pierce is er helemaal klaar voor zo te zien. Oh, hij begint met Fake Out. Ja hoor. Gelijk weer stoer doen, hè. Nou, hoppakee. Een Spirit Breakie erbovenop. En Scrafty is gone. Slowpoke gaat naar level 47. Ja, jullie zeggen allemaal in de comments de hele tijd, ga Slowpoke evolueren. Maar dan moet ik naar de Isle of Armor. En de Pokémon daar, die zijn allemaal level 60. Dus als ik tegen een Pokémon aanloop, dan gaat het niet goed komen daar. Want jullie weten dat bij een Nuzlocke een Pokémon die doodgaat, ook gewoon dood blijft. Dan mogen we die niet meer gebruiken. Dus ik wil helemaal niet naar de Isle of Armor eigenlijk. Obstacool doet Obstruct. Wat is Obstruct? Hij beschermt zichzelf. Ja, en nu? Daar heb je dus... Oh, wacht even. Mijn defense gaat daarvan naar beneden. Oké, hij doet slim. Hij doet wel Shadow Claw, wat niet very effective is. Dus dat is weer minder slim. Ik doe een Draining Kiss, zodat mijn HP weer vol raakt. Ja, maar ik doe nu al echt veel minder damage ook, volgens mij. En mijn defense is dus naar beneden. Gelukkig doet hij nog een keer Shadow Claw. Als hij dat nog een paar keer doet, hè, dan is mijn defense echt helemaal niks meer waard. En dan kan ik Grimmsnarl gewoon niet meer gebruiken in deze battle eigenlijk, denk ik. Hoppakee. Oh, daar gaat hij weer. Zie je, hij doet nu weer Obstruct. Ja, dit is zo niet chill. Mijn defense gaat helemaal kapot, jongens. Dit is echt super gevaarlijk. Kijk, Shadow Claw is not very effective. Maar kijk hoeveel damage het alsnog doet. Laat staan als ik straks een super effective move op mijn bakkes krijg. Ik ga hierna gewoon wisselen, hoor. Ik vind het goed geweest met Grimmsnarl. Grimmsnarl komt niet meer terug in deze battle. Als hij één goede klap krijgt, dan heeft hij zo'n goed probleem. Nou, wel lekker veel XP'tjes erbij. En dan nu, Malamar. Als ik nu een Bug-type Pokémon had, had het echt perfect geweest. Jullie wilden trouwens ook graag dat ik Malamar in het team zou doen. Maar zolang ik Slowpoke heb, gebruik ik denk ik gewoon Slowpoke. En als Slowpoke een keer down gaat, dan heb ik een perfecte backup in Malamar. Malamar doet foul play. Oh, dat doet veel damage hoor, jongens. Oké, ik ga nu voor drum beating, jongens. Hopen dat drum beating hem knock. Drum beating is sowieso sterker. Hop, 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 hop. Oké, Malamar is down. Lekker, hij heeft nog één Pokémon. En we zijn nog steeds geen Pokémon verloren in deze battle. Woo! Oké, Berserker naar level 47. En nu, Skuntank. Ja, dan moet ik sowieso nu gaan wisselen. Want Rillaboom heeft een probleem daartegen. Dus laten we nu voor Diggersby gaan. Oh, wij hadden ook een Skuntank in ons team kunnen hebben. Maar helaas is Stunky doodgegaan tegen Kaboom. De laatste Pokémon van Piercy. Ik denk dat hij normaal gesproken af zou sluiten met Obstagoon. Maar nu doet hij dat met Skuntank. En ik ga denk mezelf gewoon even ingraven. Hij doet een Sucker Punch. Oeh, die doet ook veel damage, jongen. Ja, nu doet hij natuurlijk geen Sucker Punch. Oké. Hij is nog niet down. Hij doet Screech. Ik ga nu voor Bulldoze. Ja, hij doet weer Sucker Punch. Oké, overleef dit, Diggersby. 18 damage. 18 HP bedoel ik. Oh, daar had je me bijna, Pierce. Daar had je me Diggersby bijna gesloopt. En zie je, Skuntank is echt wel een goede Pokémon. Maar Diggersby heeft het overleefd. En Diggersby gaat ook naar level 48. Daar ging hij bijna. Hij wil nu Earthquake leren. Ja, dat is nice. Ga ik Dick, denk ik, verwijderen. Want die duurt twee beurten, dus ik ga gewoon voor Earthquake. Ja, we gaan gewoon voor Earthquake. Let's go, let's do this. Earthquake moet ik alleen niet gebruiken in een duo battle. Oké, Pierce. You're down. Je bent klaar. Ja, down on your knees, precies. Mag ik dan nu? Van nu. Alsjeblieft, de zevende badge. En dan hoeven we er nog maar één. Alleen de badge van Rayo moeten we nog zien te pakken, jongens. De Dark Badge. Daar is die hoor, daar is die. Het amulet is bijna compleet. Nou, Pierce wil dat Marnie de gym overneemt, maar dat gaat Marnie natuurlijk niet doen.
Want die wil gewoon kampioen worden. We gaan weer naar buiten. Dan zijn we harde klappen. En daar is Leon die het wel even allemaal op zal lossen. We moeten naar Hammerlock Stadium. Kijk, dit was de plek waar we die Inkay inderdaad hadden gevangen. Ja, nice backup Pokémonnetje. En dan zijn we weer in Hammerlock. En gaan we nu dan de gym challenge doen, jongens? Gaan we dit nu al doen? Oh, dit wordt echt een spannende, jongens. Ik ben echt zenuwachtig voor deze, hè. Daar is die, jongens. Daar is die, Ryan. En nu moeten we duo battles gaan doen. En dit wordt echt heftig. Dit wordt echt heftig. Oké, wacht even. Ik heb nog niet de goede Pokémon als eerst gezet, jongen. Rustig aan. Nee, ik heb nog niet de juiste Pokémon vooraan gezet. Laat me met rust. Oh, we moeten tegen Pelipper en Sliggoo. Ik weet niet wie als eerste staan. Diggersby en Slowpoke. Dit is echt compleet kuk. Nee, dit is echt helemaal naar. Ik moet sowieso eventjes Diggersby eruit halen. En ik ga Sliggoo laten slapen. Oh nee, dit is zo naar. Dit is zo naar. Ik wilde dit helemaal niet met deze twee Pokémon doen, jongens. Gelukkig doet hij een waterpulse op mijn Rillaboom. Dat is niet heel erg. Sliggoo gaat ook voor waterpulse. Ook op Rillaboom. Slowpoke gaat Sliggoo laten slapen. Oké, drumbeating op Pelipper. En psychic op Pelipper. We gaan eerst Pelipper nu uitschakelen. Drumbeating is niet super effectief omdat het ook een flying type Pokémon is. Maar Pelipper is wel bijna kapot. Hij is ook langzamer geworden nu. Sliggoo gaat nu voor Dragon Pulse op. Auw, op Slowpoke. Oh, dit doet pijn. Slowpoke doet nu psychic. En dat is het einde van Pelipper. Ja, oké. Oh, waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Oké, Sliggoo slaapt, jongens. Sliggoo slaapt heerlijk. Ik ga Slowpoke ook even laten healen, denk ik. Terwijl we drumbeating doen op Sliggoo. Hoop ik dat hij even blijft slapen. Kijk. Dit is helemaal top. Want Slowpoke die moet de volgende battle weer gaan doen, denk ik. Want die staat als eerste in het team. Sliggoo is wakker geworden. Maar ik ben sneller dan Sliggoo, toch? Toch, Rillaboom? Ja, Rillaboom is sneller dan Sliggoo. Oh, we hebben dit overleefd. We hebben dit overleefd. Hoe hebben we dit overleefd? Zonder voorbereiding. Oh, man. Rillaboom gaat naar level 50. Grimmsnarl naar 48. Ik kan natuurlijk gewoon Grimmsnarl moeten hebben hier. Grimmsnarl kan in één keer die Sliggoo kapot maken. Oh, met Grimmsnarl en Rillaboom beginnen dat altijd veel beter geweest. Grimmsnarl wil nu Play Rough leren. Maar Spirit Break is een move die niet mist. Dus dan ga ik liever toch voor Spirit Break in plaats van voor Play Rough. Mag ik me nu voor de tweede battle voorbereiden of niet? Ik moet 3 battles doen hier, hè? Ik moet 3 freaking battles doen hier. En ik mag er geen één voorbereiden of zo? Oh, gelukkig. Ik mag deze wel voorbereiden. Oh, jongens, dit is veel te spannend. In de volgende aflevering gaan we verder. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je ook die volgende video wil zien. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan gaan we in die volgende aflevering Ryan verslaan! De 8e badge. Let's go. Muzzle!